tweede keer winnen, hè, als je hem wint. Dan ga ik even door deze. Hoe vaak heb jij hem gewonnen, Darek? 3. Kijk, hij is enige hier die 3 keer die rally gewonnen heeft. Ja, dat wil ik toch. 3. Kijk, niet gek, hè, voor een Pool. Nee. Iemand die hem ook wil winnen, Mitchell. Ik sta vanochtend langs die baan. Toen zei iemand, ja, Mitchell kan hem echt wel winnen. Ik zei, ja, dat kan ook wel, ja. Want hij doet mee, dan kan je winnen ook. Ja, dat klopt. Ja, wel een mooie concurrentie. Dus ja, we gaan gewoon zo hard mogelijk rijden en kijken waar we komen. Heb je een mooi thuis gelaten vandaag? Mooi zit nog in Spanje, ja. Ik vandaag reek de weg zelf. Ja, precies. Nou, hier kunnen we de weg net vinden. Dus we hadden net al iemand anders naast, dus dat ging wel. Je rijdt bij je vader, dus we gaan naar je vader. Je denkt toch maar weer een eigen team, Martin? Nee, dat is gewoon toevallig zo gelopen. En we hebben natuurlijk wel de monteurs in huis. En dat is gewoon mooi voor ons dat we het in Harskamp kunnen doen. En nou, we werken natuurlijk, we zijn gewoon klant bij de Roy. Dus in dat opzicht gaan we gewoon denk met een hele mooie Nederlandse afvaardiging naar Dakar. En ik denk dat het weer een mooie editie wordt. Ja, maar jij zegt Harskamp. Ik kom wel eens bij jou zo tegen, hè, rond deze tijd. En dan zit je daar met al die mensen, al die vrijwilligers. Vind je belangrijk met z'n allen samen naar Dakar? Ja, we zijn. Ik ga dit jaar dus voor de 16e keer starten in Dakar. En ik heb eigenlijk altijd nog dezelfde mensen bij me, dezelfde monteurs. Dus dat zegt denk ik wat over ons team, over ons vrijwillig team. En daar zijn we trots op. Heel mooi. Mag je zijn ook trouwens, hoor. Eens even kijken. Michiel. Ja, eigenlijk ook stille kracht achter dit evenement. En toch maar weer met een truck, Michiel. Ja, deze keer moest het wel. We hebben natuurlijk vorig jaar of 2 jaar geleden met de Arkane gereden. En Janus wil heel graag nog een keer winnen. En winnen in een windje in Dakar, dat gaat eigenlijk niet zo makkelijk. Dus ik blijf zo kort mogelijk achter Janus. Om een beetje te assisteren als het kan. Kijk, dan hoop ik dat je hem niet ziet. Ja, aan de finish. Ja, dat hoop ik ook. Maar het zou toch ook wel mooi zijn als ik hem echt even een heel klein beetje kan helpen. Waardoor dat hij kan winnen. Kijk, dat zou wel mooi zijn. En dan heb je deze man bij je, of deze 2 mannen bij je. Ik heel even gauw Wuf. Welkom terug, Wuf, eigenlijk. Ja, zeker welkom terug, ja. Super mooi om hier weer te staan. Als ik aan Wuf en Ginkel denk, jongens, dan denk ik altijd aan Attar. Ergens begin deze eeuw. Een Ginaf die helemaal door zijn hoeven gezakt was. Volgens mij ging iedereen het bivak uit toen jij terugkwam. Ja, dat is meerdere keren gebeurd, maar de auto werd steeds beter. En, Meen je dat? Ja. Volgens mij viel er steeds meer af. Ja, dat was ook vroeger, hè? Dat was echt vroeger. Dus wat dat er gaat, hebben we veel van geleerd, gelukkig. Ja, maar als je dan nu met deze, in deze truck zit of ermee rijdt, het is wel echt vooruit gegaan, hè? Ja, het is enorm, echt heel veel sneller gegaan. Vroeger reden we gemiddeld in de Attar gemiddeld 50 km per uur. En nu zijn er etappes bij dat we gemiddeld met de vrachtwagen 100 km per uur rijden. Dus dat is een enorme sprong vooruit. En heb je nog minder last van je rug ook? Nou... Oh, oké. Okay. Blijft wel een Iveco. Het is de leeftijd, zullen we zeggen. Het blijft wel een Iveco. Eens even kijken. Deze man hier, dit is de motorafdeling. Ja, ooit begonnen met een kist op de motor. Hey, Richard de Groot, er gaan geen motoren dit jaar. Dat vind ik toch wel... Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Maar ja, goed. Ja, zonder dat het is. Dat is een beetje uitgestorven. Maar kun je niet iemand anders in de truck zetten? Jij hebt de motor gehad, hebben ze er toch één? Nee, daar word ik thuis voor. Nee, ik heb leuk gedaan, 8 keer op de motor, 5 keer in de kist. Mooi. En Martin zei net al 16 keer, ik zat te tellen net. En ik, shit, dat is ook 16 voor mij. Dus het is wel, wel veel. Je denkt dan een keer, ik ga met een kist op de motor, dat doen we een keer. En dan loopt het uit de hand. 1 keer ging ik. Het werden er 16. Dus, en misschien al 17. Maar het houdt ook al een keer op. We hebben een heel mooi team nu. En kijken wat we dit jaar kunnen doen. Kijk, en wat wil je doen dit jaar? Want zo heel stiekem denk ik dat jij toch ook naar het klassement kijkt tegenwoordig. Nou, we zijn 2 jaar geleden 9e geworden. Toen 8e. Dus misschien 7e. 5e? Nee, dat zou mooi zijn, maar... Nee, we gaan het wel proberen. Ja, helemaal goed. En dan gaat Vic weer. Sorry. Vic, ja, zo klein, daar kijk je overheen, hè?
je denkt, ik haal mijn eigen Iveco, eigen teampje, gas erop. Ja, zo zijn we ook begonnen en dat voelde wel weer goed om dat weer zo te gaan doen. Dus we hebben veel plezier met z'n allen. Dus iedereen zegt, wat wil je halen? Ja, leuk. De finish? Sowieso. En ook een goede plek, maar veel plezier hoort er ook bij. Hè? Dus ja, we hebben een hartstikke leuk team, wordt veel gelachen. Ja, dus, ja, ik heb er zin in. Hey, hoe zit dat dan met, want ik, hè, Martin zegt lekker mijn eigen team, iedereen eigenlijk, Richard ook, en jij dan ook. Is dat zo belangrijk, lekker met je eigen mensen? Nou, ja, je bouwt zelf het hele jaar aan die truc met die mensen en daar ga je ook mee. En bij de Roy is alles top geregeld en dat was heel fijn, dat kun je zo instappen. Maar ja, nu werk je het hele jaar samen en dat is eigenlijk het verschil. Dus het is alle twee goed, maar het is wel anders. Helemaal goed. Nou, heel veel succes. Martin Matje, kijk eens, zwaaien hier aan de mensen. Ja, dat is fantastisch. Hij is op. En dan komen we. Thank you.
kijken. Ja, dus geef deze man even een applaus. Nou, dankzij hem staan wij hier op dat podium, hè? Ja, niet alleen dankzij mij. Er zijn heel veel mensen die belangeloos meewerken. En het is fijn om zo'n evenement weer in Eersel te hebben. Ja, ik denk, ik ga even tussen jullie in staan, dan piepen we minder. Ben je er klaar voor? Ja. Kort maar krachtig. Ja. Kan gebeuren, dus. Nou, heel mooi. Ik zou me wel even wassen voordat je weggaat. Oh, we nemen gelukkig een andere mee. Oh, heel goed. Jongens, veel plezier vandaag. Wat gaan we doen? We gaan gas geven en genieten. Veel plezier, mensen. Helemaal goed. Mooi, jongens. De volgende. Ja, morgen. Ik reed hier vanochtend naartoe en toen dacht ik, hè, lekker, we gaan weer. Hoe was het met jou? Ja, het is natuurlijk al even geleden dat we zo'n dagje gehad hebben, dus iedereen kijkt er wel naar uit. Ik ook. We hebben gisteren mooi alles neergezet. En het weer hebben we ook nog heel erg mee, dus helemaal top. Ja, mooi hè, moet je kijken hoeveel mensen er zijn, is toch gaaf? Ja, dat is heel mooi. Iedereen had het wel nodig, denk ik. We gaan jouw team, iedereen die voor jouw team gaat rijden, straks voorstellen. Jij gaat niet, jongens. Hij gaat niet naar Dakar, rijdt alleen vandaag. Ja, het gaat toch weer. Maciek, die is hier. Janus is hier. Misschien zelfs Vic, Mitchell. Ja, het wordt een mooie strijd, of niet? Ja, zeker. En ik denk dat het wel een Iveco zal worden vandaag. Dus, ja. Is er wat anders, of niet? Jawel, een paar. Maar merendeel is wel Iveco. Ja, en dan in Dakar, in de rally, wordt het ook wel een... Ja, met ja, misschien... Nou, ik weet het niet. Loprin, die moet je niet vergeten. Die doet altijd heel goed mee. Afgelopen jaar heel veel pech gehad natuurlijk. Maar die kan ook wel rijden. Ja, dus en hoe zit het met die andere Iveco's? Ja, iedereen doet het mooi zijn team voor elkaar, denk ik. En ik denk dat ze een heel mooie strijd zullen hebben. Ik denk dat alles wel op een goed niveau ligt. Allemaal een beetje hetzelfde. Dus ik denk dat het een hele mooie rally wordt. En neem je die kleine, heb je Jan bij je of niet? Die zal op de graafmachine zitten erachter. Nee, die mag niet mee, want het start pas de 6e. Dus dan moet je naar school. Oh. En dat weet hij ook al? Dat weet hij ook al. Vindt hij niet mooi, hè? Nou, dankjewel. Veel plezier. Ik hoorde net iets van 5e tijd, 6e tijd. Het is aan de hand. Dieseltje, hè? Gerard Roo, jongens, dankjewel. Als we toch bezig zijn. Al die mensen, all those people. Nice, it's really nice. Unfortunately, I don't speak Dutch, guys. So I'm really sorry. I hope you understand English. But as I know that all Dutch guys understand English, actually. So welcome here and thanks that you actually came. Because it's really good for the sport. I see lots of children also, which is great. We are doing such events in Czech Republic as well. But as you know, it's kind of complicated to organize something like that. So it's really nice to have such many people and also many teams. But you know, it's Dutch, so Netherlands is very popular in Dakar, so I'm really glad that we can be here with the whole MM Technology team. And thanks for the invitation by Janus. I didn't see him from the morning. I hope he didn't get drunk much yesterday, but yeah, it's okay. Hij heeft zo ook dit soort evenementen in Tsjechië. Hij vindt het fantastisch dat jullie allemaal. Hij vindt het ook fantastisch dat we veel kinderen hebben. And to finish off, because I see the first car there. You're almost Dutch because you're already wearing an orange coat. Yeah, I said that like in 2 years I will change the nationality, but no. The colors are okay. We have a general sponsor, Ivar CS, and they are actually orange, so there is that connectivity, but it's kind of nice, you know. So you don't have that much orange now, so we stepped in, and now we have enough orange also in the car. Thank you very much. Have fun today. Thank you very much. Enjoy the evening, the event. Good luck today to everybody, all the competitors, and see you on the track. We enjoy the day, you enjoy the evening. Thank you, Martin. Ja, Martin Maciek. Nou, ik denk dat we dan nog... Weinig Nederlanders op de motor, wat vind je daarvan? Eigenlijk geen Nederlanders op de motor. Ik vind het wel spijtig voor Mirjam. Die zat in ons team en dat is altijd een goede persoon voor mee te hebben voor de tips en dergelijke. Voor ons is het alle drie de eerste keer en dat welkom geweest. Ja, de eerste keer. Waar kijk je het meeste naar uit? Ik heb de finish.
de finish, maar ik kijk vooral uit naar de duinen en de, het avontuur eigenlijk. Ja. En waar kijk je het minst naar uit? De stenen. Stenen en hopelijk niet vallen, maar ik heb er een goed gevoel bij. Ja, helemaal goed. Ja, ik vind het mooi, jongens. Ga jij nou ook voor het eerst of niet? Ik ga ook voor het eerst, ja, dat klopt. Ja, dus we kijken er enorm naar uit. We hebben een mooi team. En we zijn helemaal klaar voor het avontuur. Ja. Is het dan een voordeel als jullie alle drie voor het eerst gaan? Dat je elkaar een beetje opzoekt, helpt, support? Ja, ik denk dat wel. Maar ook aan meer ervaren piloten wat raad en advies gaan vragen. We hebben wel ervaring in de rallyrijden, maar toch, het is een groot avontuur en we proberen er iets moois van te maken. Ja, het is één groot avontuur. Vandaag zijn ze hier. Ik vind het mooi. Er zijn niet veel motoren, maar ze zijn er wel. Geef ze een enorm applaus, onze Belgische vrienden van het HT Rally Racing. Dankjewel jongens, veel plezier. Kijk. Goed vasthouden, hè jij? Ja. Ja, helemaal goed. Ja, ik zeg, kom maar hier naartoe jongens. Dan zullen we nog even wat verder praten, maar Janus, allereerst gefeliciteerd. En je weet dat je hier twee keer bij de hond bent. Nee, ik heb bijna geen niks gezegd, dat is wel mooi van. Ja, leuk dat je een wedstrijdje zeg maar demonstratie wat je wint. Dan weet ik geen wedstrijd van. Maar super bedankt voor jullie allemaal dat jullie hier waren. Voor dat je daar naar het podium komt. Ja, je ziet hier wel wat van de buiten. Maar zijn heel erg bedankt voor jullie waren. En ja, ik weet niet waar we ook. Ik weet dat de beurt in de meeste. Ik weet dat de beurt in de meeste aan ons is. We zijn allemaal heel hartelijk in de kruis. Dan zullen we de volgende keer weer. Helemaal welkom. Oké. Ik kom af en toe in het draad om te bezetten, volgens mij is het een keimoorwapper. Nee, daar is het. Daar zijn we op de vier aankomen. Hier, dit is het 2-4-1.